De oudste hindoegemeenschap van Den Haag, Dieu Mandir, heeft vanaf zondag eindelijk een eigen tempel. Heel trots. We zijn al 2 jaar bezig met de bouw. En het resultaat, dat ziet u achter mij, fantastisch. We zijn heel trots, de hele gemeenschap. De hindoes hebben lang moeten wachten op dit gebouw. Weer zo'n prachtige tempel neerzetten, dan praat je over toch wel een behoorlijke bedrag. Dus de tijd was daar om nu te gaan starten. We hebben in de tijd inderdaad van de ene gebouw, van de ene garagebedrijf naar de andere bedrijfsterrein. En nu uiteindelijk, een aantal jaren geleden, dachten wij nee, er is nu tijd voor om te gaan kijken om een eigen tempel zoals het hoort hè, van de grond af te bouwen. Daar hebben we ons best voor gedaan, ons hoofd voor gestoken en het is inderdaad zover nu. De nieuwe tempel wordt gebruikt voor verschillende activiteiten. En dan komt hier de meditatie, de yoga en noem maar op, die soort ruimte. En er zullen misschien al buurtgerichte activiteiten plaatsvinden en die komen allemaal hier. Boven is echt puur het religiegedeelte, het religieuze gedeelte waar je echt, als je komt, vegetarisch moet zijn, schoenen uit en noem maar op. Het bouwen van een tempel is iets heel bijzonders. Ja, dat is zeker speciaal, ja. Dat geeft een heel goed gevoel. Het is voor de gemeenschap, dus we doen het met alle plezier. De tempel is vanaf zondag voor iedereen geopend, gelovig of niet? Ik moet eerlijk zeggen, we zijn goed ingeburgerd hier. Dus wat dat betreft is iedereen van harte welkom. Welke religie, welke cultuur, wat je ook hebt, van harte welkom aan de Gaslaan 74.